Ja, kijk jij maar voor de grap. Ja, ik de baas. Kijk hoe deze guy loopt. Wat is op mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Er is een nieuwe serie in Nederland waarbij ze al het toptalent van Nederland bij elkaar hebben gestopt. En dan vraag je natuurlijk af, wow Hanwe, heb je het over jezelf? Want wauw, jij bent geweldig. En nee dames en heren, zelfs ik hoor er niet bij. Ik heb het over de top van de top. Een paar mensen die meedoen zijn bijvoorbeeld Ziggy Morena. Maar nee, het is dus een serie genaamd Good Luck Guys, waarbij al deze choppies op een eiland moeten gaan overleven ofzo. En je kan dus checken op Amazon Prime. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering. Maar vandaag gaan wij aflevering 1 checken. Dus hoor ik zin en let's go. Laten we eerst even kijken wie er allemaal meedoet. The queen has arrived. The queen of the jungle. Oh mijn god. Een soort van... Wat een enge lach, man. Dat was oprecht echt zo'n kwaadaardige schurkenlach. Ja. Ik heb me totaal niet voorbereid. Ik ben een beetje naar de sportschool geweest. 2 keer. Hé, hij is hard, man. Hij is hard. Wij zijn gelijk op voor hem. Wij zijn voor Rico. De mensen komen dus aan op het eiland. En vervolgens komen ze erachter dat iedereen een partner heeft. Je werkt met z'n tweeën samen. Ja! Bitch, let's go! Ik was wel heel positief verrast dat ik met Faisal zat. Daar ben ik zo blij mee. Yes! We zijn allebei super hysterisch. Maar ja, hij is echt mijn sis. Ik ben echt heel blij dat ik met Faisal in het team zit. Ja. De sis van Ziggy. Ik heb geen idee wie het is, maar ik ben nu wel benieuwd. We staan namen. Timon en Quinn. Ik ben wel echt super blij met mijn teamgenoot. Timon maakt net zoals ik TikToks. We hebben elkaar nog nooit gezien, maar het is echt zo iemand waarvan je weet dat hij bestaat. Huh? Dat is oprecht denk ik de meest interessante beschrijving die je iemand kan geven. En wat, Hanwe? Ja, hij is echt zo iemand, je weet, hij bestaat. The fuck? What the fuck? Ik zag Fenora staan. Ik ken haar als Morena. Maar ze heet dus Fenora in het echt. Dat vond ik wel ja, leuk eigenlijk. Nee bro, ik was fan van jou. Shit. Hij zit samen met Morena. Oh mijn god. Harry en Jotti. Dat is leuk. Ik weet niet wie Jotti is, maar vanavond... Maar ik heb ook geen idee wie Jotti is. Maar ik ben wel benieuwd wie hij nu net heeft geluchtspankt. Blijkbaar moeten ze dus echt in vieze stinkhutten slapen. Maar toen was het tijd voor de meest heilige, belangrijkste spot. De wc. Travel? Moet dit even... Oh, de neem! Wat is dit? Oh mijn god. No fucking way. Sorry, ik word nog liever in mijn reet gebeten door een slang, terwijl ik aan het schijten ben buiten, dan dat ik op die pot ga zitten. Ik dacht even, hij zou iets anders zeggen. Ik zou liever in mijn reet worden gepakt dan... Nee, geen skip. Ik ga me echt niet doen. Daar hangen zoveel beesten binnen en shit en die wc is zo vies. Maar wacht even, hè. Er zit scheid op de wc. Er zit scheid op de wc-bril. Dan vraag ik me af, hebben ze dit expres gedaan? Want de productie regelt dit, neem ik aan. Hebben ze gewoon letterlijk tegen iemand gezegd van... Hey, maak die wc even tering smerig. Kak even op de wc-bril. Zeg maar, hoe krijg je een wc zo nasty? Als er niemand anders op dat eiland is. De schrik zit er dus goed in, maar de andere helft van de duo's is zich nog nergens van bewust. Wie is de andere helft? Ik heb vroeger op zeescouting gezeten. En dan moesten we overleven in de bosjes en met kaarten en zo. Maar dat was voordat ik uit de kast kwam, dus nu ben ik iets anders. Maar ik denk dat ik het ergens nog wel in me heb. Oh mijn god, oké, dit is de sis van Ziggy. Oké, veelbelovend. Ik ben echt een vijvelaar. Of een vijvelaar dan toch? Of ze vijvelen. Ik ben echt een vijvelaar. Nou, Morena is het duidelijk ook zo te zien. Ziggy! Hey! Ik hou van Ziggy. Ik ken Ziggy al heel wat jaren, maar... Ik weet niet. Dat typetje moet hij soms misschien eventjes... Ik weet niet. Uitzetten. Hey! Hij is harder dan ik dacht. Ik had niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Oh mijn god. Ik zit met Harry in een team en ik ben daar super blij mee. Want ik had al gezegd, ik wil echt een teampartner die gespierd is en die sterk is. Dus ja, voor mij is het helemaal oké. Favorite match. Ja, tot nu toe nog goed. Kijk, Jot is gewoon een knappe meid. Maar daar kijk ik gewoon niet over uit. Is een mooie meid om te zien, maar ik kijk er lang niet meer naar uiterlijk. Wat lult deze guy? Eerst zegt hij, ja, ik wil gematcht worden met een lekkere chick. Vervolgens zegt hij, hey, uiterlijk, nou, kijk er niet meer naar. Bro, wat wil je? Ik ben Timon, jullie kunnen me kennen van TikTok voornamelijk. En hier nog even een filmpje voor de buurman. Ja. Ik heb hem wel nooit gezien, maar hij is wel fat toe. Met wie zit je? Bij Rico. Oh. Ben je er blij mee?
Met Rico? Ja. Ja, we hebben allebei een relatie, dus... Dat komt goed. Marina, niemand dacht dat je een relatie ging nemen in dat hokje, hè? Hoezo moest je dat erbij vermelden? Haar man is volgens mij echt tering jaloers. Rico hoeft niet eens wat te doen, maar wordt gewoon afgemaakt als hij terugkomt. Ik zou buiten gaan slapen in een hangmat. Waarom zou je dat gaan doen, schat? Ja, omdat Ibrahim niet wil dat ik met hem ga slapen. Dat ik met mama ga slapen. Spelen, als je maar dat ik zei het toch, haar man is tering jaloers. Ik heb al best wel een jaloerse man. En ik wil niet straks dat ik... dat ik allemaal beschuldigingen naar mijn hoofd krijg. Ik denk, Rico gaat allemaal beschuldigingen krijgen. Arme Rico. Ibrahim is wel echt de liefde van mij. Ja, ach, sorry hoor. Ik mis hem ook echt. Ik zeg je eerlijk, bij haar weet ik nooit of ze het acteert of dat het echt zo is. Ik weet ook niet of jullie het weten, maar ze had een keer een diss over mij gemaakt. Heimwee, oh nee, Hanwee. Laten we nu ook beginnen met jou. Het eerste wat ik jou te zeggen heb is, je lijkt op Chucky Clown. Dus beter begin je me met rust te laten, voordat ik je een bitchclap geef. Ciao. Oh, zoals jullie zagen is duidelijk een muzikaal talent. Applaus, wauw. Oké, terwijl iedereen dus in zo'n vies smerig naar pisruiken tentje slaapt, hebben we de presentator, Robert, die wil gewoon in alle luxe kan chillen. En dan is het tijd, dames en heren, voor de allereerste challenge. Voor het eerste duo dat zometeen aan het einde van het parcours staat, liggen hier een aantal prijzen die jullie één voor één mogen gaan uitzoeken. Natuurlijk in volgorde. Dus eigenlijk is het best wel belangrijk vandaag om als eerste binnen te komen, want dan heb je gewoon simpelweg als eerste keus. En wat kunnen onze deelnemers winnen vandaag? Luxe. Er liggen hier matrassen, make-up pakket, een douchepakket, luchtbedden. Oh. Ligt aan mij of is dit echt gewoon echt dom? Je kan make-up winnen in de jungle? Ik zweer, als iemand dat gaat kiezen, dat kan toch niet? Dan ben je toch echt een mongol? Het winnende duo dat als eerst binnenkomt, mag 5 persoonlijke items meenemen. 5. Oké, die prijs is denk ik meer waard. Maar ja, hoe win je dit spel? Simpel, je moet een parcours afleggen. We moeten dus met die emmer water dragen naar de overkant. Maar er zitten gaatjes in en het water loopt eruit. Ah. En de challenge ging eigenlijk prima voor iedereen. Totdat ze bij een stuk kwamen waarbij ze een gat moesten graven en onder de stok door moesten komen. Of nou ja, het was vooral een probleem voor 1 persoon. Team Oranje zit vast. Mijn billen zijn te gek. Hij begint te duwen gewoon met mijn lichaam. Ik zit daar met mijn hoofd in het zand. Ik krijg geen lucht, niks. Nee, die billen zitten vast. Het kan echt niet! Hij trekt me er weer uit. Ze hebben nog gewoon een close-up shot van die billen gepakt. En tot iedereen zijn verbazing, degene die hadden gewonnen, Faisal en Ziggy. En ze hadden uiteindelijk ook al een hele celebration voorbereid. Ja. Paars komt als eerst binnen. Ja. Bitches! The underdogs, what's good? Yes. Ik zeg eerlijk, ik had ook eigenlijk niet verwacht dat zij zouden winnen. Ze zijn wel echt de underdogs. Team Oranje eindigt als tweede, Team Geel eindigt als derde. En dan hebben we nog 2 teams die aan het strijden zijn voor de 1e laatste plek. Pas niet doorheen. Jawel. Je moet meer. Ik kan meer naar achteren kunnen, zeg maar. Kom op, doe nou. Wat doe je nou allemaal? Ik zit vast, het moet meer gegraven worden. Deze guy gaat gewoon in dat gat liggen. Zeg tegen Morena, ik pas er niet doorheen. Graaf even door, man. Ik zeg Morena, graven, kom op. En ze raakte geïrriteerd. Ze wilde bijna opgeven. Maar waarom graaf je nou ook niet mee, bro? Hij blijft gewoon daarin liggen. Maar terwijl Harry nog zat te struggelen met stokken in zijn hand, zijn Morena en Rico toch geëindigd als 1 na laatste. Ik zeg eerlijk, het team waarvan ik dacht, ze hebben het meeste potentie, zijn gewoon laatste geworden. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het grote moment. Ze gaan kiezen welke prijzen ze krijgen en wat ze mee gaan nemen. Team Paars, aan jullie de eer om als eerste iets uit te zoeken hier. Wat is dit? Het luchtbed. Dit is het luchtbed. We gaan voor luchtbed. Ja, kijk, dat is natuurlijk gewoon de meest logische optie. Het matras, het luchtbed. Dat wil je gewoon. De rest is inderdaad gewoon eigenlijk echt poep. Team Oranje. Wakker de matras. Oh, het ziet er zo lekker uit. Echt erg. Team Geel, jullie kwamen als derde binnen. Yes. Aan jullie de eer om als derde iets uit te zoeken. Er blijft er maar 1 ding echt over, toch? Wat een beetje comfortabel is. Dus dan pakken we de kussens, denk ik, gewoon. Ja, en die ging ook weg. Nou, toen had ik echt, ik had het helemaal gehad. Toen hoefde ik de rest ook niet meer eigenlijk, hoor. Team Roze, jullie kunnen nog kiezen uit de spiegel, het beautypakket of de make-up. Ja, zeg maar gewoon action rommel. Nee, wacht even, ik wil goed kijken. We hebben uiteindelijk voor een soort douchet gekozen. Dus een huid, dus scrub, shampoo. Jullie gaan voor het douchepakket? Ja, dan hebben we tenminste iets. Team Rood. Er waren niet meer heel veel items over. En ik dacht, weet je wat, meid? Kies jij maar. Zij ging voor het make-up setje en dat begrijp ik wel. Nou, dat is lief. Ja, dat is lief. Rico, Gunnar. Dan blijft voor jullie de spiegel over. Kom hem maar halen. Woe. Oh. Ja, jullie kennen die make-up gewoon bij ons doen, hè? Omkleden, douchen, ken allemaal. Hè? Blij mee, Harry? Ja, top. Vind je ervan? Zien we een beetje goed uit? Draai maar om. Wees er voorzichtig mee. Ja, hij gebruikt de spiegel wel gelijk. En toen was het tijd voor de persoonlijke items. Welke 5 persoonlijke items nemen jullie mee? Conditioner, shampoo, maar die mag iedereen gewoon. Hij wil concealer, dat is voor hem. Ik wil mijn lipgloss.
We hebben een luchtje en tandpasta. Dat zijn er meer dan 5. Oh, echt? Oh. Wat hoor ik allemaal? Concealer? Luchtje? Bruh. Wat is dit? Doe je concealer weg? Hebben we crèmespoeling en zo nodig? Ja. Voor wat? Kijk maar naar. Ziggy, niemand heeft gezegd dat je haar... Kijk, iedereen moet toch haar wassen en doen? Maar is dat echt nu necessary? Ja. Doe je luchtje weg. En jouw concealer is dan necessary? Ja, ja, maar jullie hebben allemaal mooie huid. Ik heb van die donkere kringen. Ja. Ik kan echt niet geloven waar ze op vechten. Je gaat de jungle in om te overleven. En dan nemen ze crème, spoeling, concealer en wat dan ook mee. Wat is dit, man? Maar ze hebben wel gewonnen. Ze hebben wel gewonnen, dus ze mogen 5 dingen mee. Jouw luchtje gaat weg. Zal ik stinken, was ik? Boeien, niemand ruikt je op tv. Heb je parfum met die brand? Nee. Oké. Okay. Waarom zou je parfum meenemen? Je hebt maar 5 dingen. Team Oranje. Yes. Welke 4 items gaan er mee? Deo? Wat is dit? Face wash. Face wash? Ja. Ook van die nutteloze dingen. Kon je niet gewoon bijvoorbeeld, weet ik veel, een kussen in je koffer stoppen? Dat je tenminste een kussen? Of je kan volgens mij letterlijk nog zelfs een luchtbed meenemen, toch? Team Geel. Yes. Jullie mogen 3 items samen meenemen. Ja. Wat is het geworden? Wij hebben deze crème. Die is niet voor ons, maar voor alle dames. Iedereen kan die wel gebruiken, maar... Ja, 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 ja. Gebruik. Ja, oké. Okay. Delen. Wij hebben scheerapparaat. Kan ook iedereen gebruiken. Dus dan hebben we geen scheergel en dingen nodig. Eeuw, maar dan krijg je toch puisten als iedereen dat gaat gebruiken. Ja, maar helaas, weet je. Komt goed. Je bent in de jungle. En we hebben nog een boek. Daar staan allemaal tips in om zeg maar vallen te maken en zo. Misschien voor vis vangen. Dus dat is ook wel handig. Kijk! Dat is handig. Maar ze nemen crème mee voor de vrouwen die ze zelf niet willen gebruiken. Huh? De twins. Team Rolls. Nou, wij hebben alleen maar tandenborstel en een scheermes. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Ik kan heel wat kamp gebruiken, de scheermes. Iedereen kan een poes scheren. Lekker. Lekker mag ik kut aan ertussen. Team Rood, jullie hadden 1 item. Wat is het geworden? Een tandenborstel. Dat is het enige wat meegaat. En van wie? Wie zijn tandenborstel nog ermee? De mijne. Maar de echte vraag is, gaan ze die tandenborstel delen? Wow, ik besef me nu pas, hè. Niemand anders heeft een tandenborstel gekozen. Je verkiest deo boven een tandenborstel? Of nee, je kan ook je vingers gebruiken natuurlijk. En na de challenge was het dus tijd voor de taakverdeling. Kijken wie wat gaat doen. Timon en Quinn hebben nodig voor vuur. Want wat ik doen hun? Ze zitten ook alleen maar te chillen in hun huis. Gaat het goed? Ja? Nee, joh, laat ze even, zijn moe. Maar luister, ik ben ook moe, ik heb gewonnen, hè. Ja, boeien, ik ben tweede geworden. Ik ben ook moe, ik heb gewonnen, hè. Ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk wel fattig. Dus wat gaan wij nu doen? Want we doen dus... Ja, wij gaan bananen en tamarind zoeken. Wij gingen toch vuur maken? Ja, maar we kunnen geen vuur maken. Je hebt toch een aansteker? Nee, ik heb geen aansteker. Niemand heeft een aansteker. Ze hebben ze afgepakt. Aha! Ze pakken dus ook spullen af. Waarschijnlijk kon je dan geen luchtbed of kussen meenemen. Je moet vuur maken. Met steentjes, toch? Gewoon, maar elke steen kan ik vuur mee maken. Ja, dus ik krijg goede shockjes. Weet je wat je nodig hebt om vuur te maken? Survival boek. Ja, met steentjes. En die moet je dan tegen elkaar aandoen zo. En dan komen die vlammetjes. Kun jij het doen? Ik denk het wel. Ja, hij kan het wel. Ik denk echt dat dit totaal niet gaat werken. Maar je moet toch gewoon een vuursteen hebben? Oké, een vuursteen? Ja, dit is geen vuursteen, denk ik. Ik kan niet, nee. Dat weet ik niet. Maar op dit is gewoon een steen. Deze guy is de enige guy die beseft, je hebt daar vuursteen nodig. Had je die maar meegenomen, hè? Ja, dit doet wel niet veel. Ja, liefie, dit wordt geen vuur, hoor. Dit wordt eerder een klein masker. Ja. Maar jij weet toch hoe die dingen werken? Ja, maar we hebben geen spullen. Maar hoe ziet dat eruit? Zeg maar, welke, want dan weten we ook wat we moeten zoeken. Want wij maken niet echt vuur in onze vrije tijd. Ja. Waarom denken ze dat hij alles kan? Ja, maar wat gaat nu fikken? Want er ligt ook niks onder. Je zou het niet verwachten, maar deze guy lijkt nog het slimst van iedereen. Uiteindelijk gaan ze ook met z'n 5 vissen of zo. En Mons is volgens mij de enige die wat durft en wat kan. En uiteindelijk vangt ze geen vis, maar wel 3 krabben. Hey, jongens! Huh? Oh my God. Aansteker. Ja, maar het moet heel klein zijn, hè, die takjes. Dat heb ik ook geoefend. Ja. Dit is sowieso de grootste bullshit ooit. Zij gaat zogenaamd opeens achter een kistje kijken, terwijl er precies dan een cameraman is. En dan vinden ze opeens dit ding waarmee ze vuur kunnen maken. De productie dacht sowieso van, hé, deze mensen kunnen niks, man. We moeten ze een beetje helpen. En toen zeiden ze waarschijnlijk zo van, yo, yo, doe alsof je dit vindt. Dit is sowieso op die manier gegaan. Marina, Marina, niet zo snel. Hoe gaan deze twee ooit vissen vangen, jongen? Wat gaan we hier nu zoeken dan? Ja, die krapjes toch? Die kunnen we hier zo verstoppen, toch? We moeten hier echt even kijken voor een krapje. Ja, kijk jij maar voor een krapje, hou ik de wacht. Kijk hoe deze guy loopt. Deze guy gaat never nooit een krap pakken met zijn handen. We waren niet heel erg goed, we vonden niks. We zagen ook niks. We hebben ook niks gevangen. Ja, nee, dat zagen we. Kijk hoe deze guy door het water loopt. Wat is dit? Gelukkig lukt het Timon om in ieder geval vuur te maken. Oh. Goed bezig, jongens. Jongens, eten, man. Wat is dit? Krabbetjes, man. Kijk,
Ze kunnen toch never nooit. Zet geen vlees aan. Wow, 3 krabbetjes, maat. Daar hebben we niks aan. Zet daar een pan rijst op. Ik heb honger. En die 3 krabben hebben ze oprecht helemaal niks. Ze zijn daar met wel 12 man. En die 3 krabben zitten amper vlees en babykrabjes. Ze zijn gewoon gefokt. Echt zwaar gefokt. Nou, krabben, ga maar terug naar waar jullie vandaan kwamen. Hele dag krabben lopen vangen, vervolgens teruggooien. Wat zijn jullie aan het maken? Gebakken bananen. En op de een of andere magische wijze hebben ze opeens bakbananen, dus ze gaan bakbananen eten. Maar sorry, zonder jou durf ik niet te douchen hoor. Nee. Ik kan naar mijn bil kijken. Nee, nee. Dus deze guy moet gewoon meekomen met hem, omdat hij bang is om alleen te douchen. Wat? Stond ik plots met een naakte Faizo in het bos. Leuk, ja. Hashtag goals. Wat is dit? Is het koud? Nee, dit is een grap, oh. Toch? Dit is een grap, denk ik. Het is wel koud. Oké, ik moet heel snel, toch? Ja, sorry, maar... Ja, 30 seconden! Ja, sorry, 30 seconden maar één! Ja, sorry, ik ga gewoon, hoor. Dit is zo zonde. Ze hebben maar een beperkt aantal water voor de hele tijd daar. Wat doet deze guy? Hij gaat niet eens onder het water staan. Hij wacht gewoon. Kan toch niet? Echt belachelijk dat je buiten moet slapen, man. Ja, maar ik geloof in God. En, weet je, of het mijn tijd is, dan is het mijn tijd. Maar ik ga dit wel gewoon echt proberen. Ze gaat oprecht ook nog gewoon buiten slapen. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar zij moet dus van haar vriend slapen in een hangmat. Buiten de deur. Zij slaapt dus gewoon buiten. Buiten met vliegen. Ik vind het ook heftig hoor. Maar ja, dames en heren, dat was het voor de eerste aflevering. Interessante types op het eiland. Wil je de serie zelf checken? Dan kan je checken op Amazon Prime Video. Elke vrijdag nieuwe aflevering. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.